Hele goeiedag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019 de Career Mode. We gaan verder in Brazilië, ronde met 20 van het kampioenschap en aflevering 42. Als je de vorige aflevering in de Verenigde Staten gemist, zal ik die eerst even terugkijken voor deze date gaat zien. En ben je nieuw op het kanaal en wil je meer afleveringen van F1 2019 de Career Mode zien? Ga dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een lekker bij de job aan als je er een enkele video meer van mij mist. Ja, we gaan nog verder in Brazilië. Helaas zijn er twee updates gefaald aan de auto van de chassis. Helaas kunnen we niks aan doen. In Abu Dhabi staat wel een enorme grote update voor de aerodynamica. Maar ja, dat was dus even de R&D3. We gaan nu gewoon door met de kwalificatie. Autodromo José Carlos Pache. The teams have completed their preparations and are just waiting for the pit lane to open before they take to the track. When it comes to getting lap time out of this circuit, it's traditionally been about maximizing top speed. Do you simply remove as much downforce as possible, hang on in the corners and max out down the straights? Top speed is a key factor for this circuit. Even if you can achieve the same lap time as someone running less wing than you, chances are you'll find overtaking difficult if you have too much. We zijn inmiddels aanbeland bij onze eigen auto voor Q1 hier in Brazilië. Ik verwacht gewoon door naar Q2. Te kunnen komen zonder enkele moeite. Want onze auto is gewoon een top 5 auto. Die hier denk ik minimaal P6 gaat halen in Q3. We zijn inmiddels over de finish heen gekomen. De tijd van ons die tikt. Vettel met een 1 minuut 9-9. Op de medium banden. Dan ben ik benieuwd wat hij dan gaat doen in Q2. En waarom hij dan nu in Q1 op de medium banden rijdt. We zitten in ieder geval een tiende boven de tijd van Vettel. En we stappen met een 1-9-1. En onszelf met een 1-10-1. Op een seconde. Precies. Dat is helaas niet de bedoeling. Want we zijn inmiddels doorwezen naar P7. En als het zo gaat worden. Dan belooft dit een krappe kwalificatie te gaan worden. Want we zijn inmiddels doorwezen naar P15. Nog voor Nico Hulkenberg, ons teammaatje nog in seizoen 2. En ja, ik vind dat dus niet kunnen. P11, heel gek, want Hulkenberg is in 9 naar 10 gegaan. En we zijn nu op plek 4. De uitslag van Q1, Verstappen naar 1. Kwiat op 5000 naar 2. Charles Leclerc naar 22.000 op plek 3. En onszelf op plek 6 of 5. Het was plek 6 volgens mij. Het boeit allemaal niet, we zijn gewoon lekker door naar Q2. En dan probeer ik het hier op de medium banden. Kijken waar we dan gaan staan. En kijken of dit misschien een out of the box ding is. Want ik wil graag kijken of er mensen naar de medium band gaan in Q2. En of we misschien door kunnen naar Q3 op de medium band. Maar ik denk het niet. Vettel met een 1 minuut 9-1. Onszelf met een 1 minuut 9-7. Op 16e. Op 16e, maar dat is dus niet genoeg, want we zijn na P9 verwezen. En ik ben bang dat we dan anders in de gevarenzone gaan zitten op plek 10 dus. En ik wil dat niet. Dus ik ben gewoon opnieuw een rondje gaan beginnen op de softbanden. En dat is over Zuid-Finish heen gekomen. En we zijn na plek 6 op 16e nu van Lucas Weber. Uitslag van Q2, we zijn net door naar Q3. En Nico Hulkenberg heeft het niet gered. Weber naar 1, Vettel 2 en Hamilton 3. Hulkenberg had het trouwens in Q1 al niet gered. We zijn inmiddels aanbeland bij Q3, de laatste kwalificatie hier voor seizoen 2 in Brazilië. Nog één ronde te gaan en dan zit seizoen 2 erop. En dan gaan we kijken of we misschien in seizoen 3 naar een ander team kunnen. En of we misschien bij Alfa Romeo blijven. Ik had daar trouwens geen waarschuwing voor een bochtafsnijding. Heel gek, heel gek, heel gek. Bottas met een 1 minuut 8-9, onszelf met een 1 minuut 9-0. Op een tiende van de fin. Op dit moment plek 2 en nog een paar minuten te gaan in Q3 en nog steeds op plek 2. En ik wil hier nu een gooi gaan doen voor de pole position. Als dat zo goed komt, dan hebben wij een uitstekende uitgangspositie. Alhoewel P2 is ook niet slecht, want dan starten we misschien aan het goede gedeelte van de baan. Ik heb inmiddels 5 seconden verloren over dit rondje en dat is niet goed. Dus ik ga nog een ronde eraan plakken en kijken of deze wel goed is. Maar ik verlies al gelijk in box 1. De tijd verlies ik al gelijk in box 1 en ik zie hem verder en verder naar beneden duiken de tijd. Niet goed, niet goed, niet goed.
De kwalificatie is inmiddels compleet. We hebben wel groen in sector 2, maar dat belooft denk ik niets voor sector 3 van P2. Naar P8. Nou oké, okay, dankjewel Jeff. Ja, teleurstellend. Maar de race is lang op 16e gezet. Door Lewis Hamilton, die toch nog sneller is gegaan dan Valtteri Bottas. We stappen naar 3. En de resultaat van de rivaliteit breakdown met Weber en Hülkenberg. Die winnen we dus allebei. Wat goed is, de resource punten in Abu Dhabi komt één laatste update. En dan gaan we kijken of we in seizoen 3 ook nog voor Alfa Romeo rijden. Of dat we naar een ander team gaan, bijvoorbeeld Ferrari of Haas. Ja, de reputatie met mijn team en andere teams is helaas wat gezakt. Bad luck in qualifying. That's not exactly ideal. But there's no points for Saturday. Keep a cool head and make up for it in the race. Oké, okay, dat gaan we dus doen. Ja, helaas, jammer van de kwalificatie. Maar de punten worden niet vergeven op de zaterdag. We gaan het hier zien wat we kunnen doen vanaf plek 8 voor de Grote Prijs van Brazilië. Where there's a will, well there's a way. And nowhere has that fact been better demonstrated in years than Lagos. Remember Senna winning while fighting a gearbox that was jammed in sixth? Five Drivers' Championship deciders in a row between 2005 and 2009. And of course, the passionate Brazilian fans packing the grandstands to capacity every year. And they're not about to stop now. Interlagos, always a very special race here in Brazil. It's a 2.7-mile circuit with 9 lefts and 6 rights for a total of 15 corners. The fastest lap today should have an average speed of around 135 miles per hour, if, of course, the weather stays dry until the end of the Grand Prix. And it's an absolute pleasure to be joined once again by Anthony Davidson. Let's talk about the professor. That was a great podium in the last race. So can they keep that momentum going this weekend? There are never any guarantees in this business, but certainly the performance last time out would have boosted their confidence coming into this one. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Lewis Hamilton lines up on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. As we continue through the rest of the grid today, we have Verstappen, Vettel, Daniel Kvyat, and Faber, Leclerc, the Professor, Gasly, and Sergio Perez, Giovinazzi, Butler, Carlos Sainz, and Russell. Grosjean, Hülkenberg, Kimi Raikkonen, and Lance Stroll, Ricciardo, and Kevin Magnussen fills the last spot on the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij de auto. En we gaan kijken wat het hier gaat worden voor de Grote Prijs van Brazilië. Career aflevering 41. We starten vanaf plek 8. Volgens Charles Leclerc op de mediumband. En het is in ieder geval een goede start voor ons. Ook voor Charles Leclerc. Maar Gasly is beter weg. En dan remmen we hier wat later in, raken we Lucas Weber en maken we contact met Charles Leclerc en Gasly, was dat volgens mij. Ja, dat was Pierre Gasly, maar plek 7 inmiddels is dus voor ons en Lucas Weber rijdt dus voor ons en daarvoor rijdt Weber zijn teammaatje Danny Kvyat. Bottas of Hamilton leidt de wedstrijd. Die heeft al gelijk een klein gaatje geslagen. En dan kunnen we hier misschien al kijken bij Lucas Weber. Aan de binnenkant een hele late divebomb. Weber liet hij ons niet echt leven. Maar plek 6 is dus van ons. En dan kunnen we hier misschien Danny Kvyat ook al gelijk passeren. Die laat ons ook niet echt leven. We blokkeerden wat. En daardoor raakten wij de rust. Plek 5 nu inmiddels. En we rijden nu richting Sebastian Vettel toe. Paars in sector 2. En voor Vettel rijdt Max Verstappen. En dan kunnen we hier misschien slipstreamen pakken van Seb. Dan misschien hier al een aanvalwagen in ronde nummer 2. Hamilton met een 1.16.1. We kijken aan de buitenkant bij Vettel. We raken Vettel en Vettel spint. Niet. Ik dacht even dat Vettel de auto verloor. Oké, okay, mijn team vond dat dus een goede manoeuvre. Ronde nummer 2 inmiddels. En Verstappen heeft hier een niet zo'n goede exit. Een betere exit dan onze landgenoot. En we duwen hem wat wijd. Plek 3 inmiddels.
oh, we zetten wel de snelste raceronde met een 1.11.8 neer. Hamilton heeft een probleem en lijkt wat langzamer te gaan rijden. Daar zie ik inmiddels Bottas en Hamilton samen knokken voor de leiding. En wij wachten hier geduldig af om misschien hier al Hamilton te passeren. Nee, Hamilton is doorwezen naar pit 2. We kijken aan de buitenkant bij de Brit. En dat is een prima inhaalactie aan de buitenkant. Heel vloeiend gedaan. We raakten Lewis niet. Heel knap, want ik dacht wel dat we hem namelijk hadden geraakt. Maar niet dus, geen schade aan de auto. De volgende heet Valtteri Bottas. En die is hier al gezien bij de DRS gedeelte. We rijden er als een raket voorbij. En niemand is ons aan het stoppen. En want niemand kan ons ook stoppen met deze auto. Onder nummer 4 inmiddels. En Bottas kan hier misschien wel terugkomen in deze tweede DRS gedeelte van de baan. Hij zit in mijn slipstream. Ik moet wat gaan verdedigen. En dat doe ik ook. En dan is het hier nu de boel herstellen. Oftewel wegrijden van de Vin. En zorgen dat hij niet in mijn DRS gedeelte komt. We hebben wel een track limits waarschuwing gekregen. Maar dat is onze allereerste van de dag. Dus geen penalty. Onder nummer 9 inmiddels. Het is geel. Het is geel. En volgens mij rijdt daar een Red Bull langzaam. Dat is Max Verstappen die een probleem heeft. De vraag is het terminaal? Het is terminaal, want Verstappen is uitgevallen en dat brengt de virtual safety car naar buiten. Dus we moeten een delta gaan aanhouden die positief is en dan zitten wij safe, zodat wij geen tijdstraf kunnen krijgen. Nu maar hopen dat deze virtual safety car niet te lang gaat duren. Ronde nummer 12 inmiddels. We zetten de snelste raceronde in met een 11.3. Heel snel vind ik. Hopelijk kan het nog sneller, want wie weet pakt Vettel zo meteen weer de snelste raceronde terug. Of Bottas. We rijden wat weg van Sebastian Vettel, die nu Valtteri Bottas achter zich heeft houden. En we gaan dus na deze bochtcombinatie dus naar binnen. En dan ben ik benieuwd waar we belanden, want volgens mij hebben we een heel groot gat naar Charles Leclerc. En daar achteruit Giovinazzi. We hebben een gat van 18 seconden ongeveer. Charles Leclerc komt naar binnen. En ik denk dat wij tegelijkertijd of vlak achter Giovinazzi de baan opkomen. Nico Hülkenberg is in ieder geval naar binnen. Giovinazzi rijdt mij nu voorbij. Daar is hij aan de zijkant. Nou, en dan remmen we hier eerder, maar dan duwen we hem hier gewoon wijd. En dat is eigenlijk gewoon een gratis pitstop, want we hebben de leiding niet uit handen gegeven. Ja, heel eventjes maar. Maar toen hadden we hem direct teruggepakt. Nico Hülkenberg is nu uit de pitstraat en komt heel ver terug. Onder nummer 19 inmiddels. We hebben wat extra fuel, dus we kunnen dat gaan opbranden. 4.2 naar Sebastian Vettel, die op de harde band rijdt. En daardoor profiteert Bottas gelijk. Maar Vettel heeft hier weer DRS en is dus weer teruggekomen op die plek. We rijden dus nog steeds aan de leiding. 4.1 naar Vettel. Tot dusver een goede grote prijs voor ons, die op dit moment niet in gevaar loopt. Ronde nummer 29. Bottas zet de snelste raceronde met een 11.3 neer. Is 61.000ste sneller gegaan dan ons. En nu wil ik dus graag dat punt terugpakken van de Fin. Nog 7 ronden te gaan in de wedstrijd. Dus dat is dus onze missie. Dus ik bespaar hier namelijk eerst. Zodat we in de laatste paar ronden flink kunnen knallen met deze auto. En zodat we dus de snelste race 100 punten weer op onze naam kunnen zetten. Het is wel wat bewolkter gaan worden. Ik hoop niet dat er regen komt in de laatste fase van de wedstrijd. Want dat zou erg jammer zijn. En dat wil ik niet. Het gat naar Vettel is 4.9. Weber is inmiddels naar 3. Heeft Bottas verschalkt. Want Bottas is nu aan het knokken met Charles Leclerc. Ronde nummer 30. Nog 7 ronden te gaan. Gat naar Vettel is 4 seconden. Die gaat hij niet meer dichtrijden, denk ik. Het is inmiddels ronde nummer 31. Dat wordt zometeen ronde nummer 32. En ik brand nu alle uurs op.
om te kijken of wij misschien dat snelste racerondepunt nog kunnen afsnoepen van Valtteri Bottas. Die op dit moment op P5 rijdt. Dus ik ben benieuwd. 39.000 langzamer in sector 1. En het gat naar Vettel is steady. Oftewel, dat blijft gewoon rond de 4 seconden zitten. En dat is alsmaar goed, zodat we geen druk hebben. Hier in één keer wel blauwe vlaggen van Stroll en Hulkenberg. Nee, dat is geen Nico Hulkenberg. Dat is Ricciardo. Want Hulkenberg rijdt namelijk voor ons team. Dus dat kan nooit. En dan doet Stroll hier iets heel geks. Die gaat in één keer midden in de bocht remmen. Geen idee waarom. Dus we verloren daar wat tijd. Maar dan zijn we nu weer voorbij. En we hebben hier DRS van Ricciardo. Wat ons kan helpen om misschien nog dat snelste racerondepunt te pakken. Wel paarse sector 1. 11.000ste zijn wij sneller. En dan duiken we hier aan de binnenkant van Ricciardo. Schieten we wat door. Dan kan Ricciardo hier niet terug aanvallen. De Urs is heel erg laag, dus die moeten we op 0 zetten. We rijden een seconde sneller weg dan de auto achter ons. Ik weet niet of hij Vettel of Ricciardo bedoelt. Ronde nummer 34 inmiddels. Nog 300 eraan en dan zit deze wedstrijd er wel weer op. Het gaat erg snel namelijk. 5.5 naar Vettel. Die heeft nog geen blauwe vlaggen. En Weber hebben we op 11 seconden gezet. Dat moet heel pijnlijk zijn voor Williams. Want dat is een topauto die tot nu toe de snelste auto van het veld is, maar niet vooraan rijdt. Bizar, bizar, bizar. A... 1.11.3 is op dit moment de snelste raceronde die wij niet in handen hebben. Terwijl wij wel een 1.11.3 zetten, want Bottas is een paar duizendste sneller gegaan. Nog steeds P1. En zometeen gaat ronde nummer 35 in. En dan is het nu gewoon naar de finish rijden. De rust eraan doen. Maar je kent mij, ik wil graag dat snelste racerondepunt hebben. Dus ik spaar nu even alles op. En dan kunnen we in de laatste ronde misschien nog dat punt afsnoepen van Valtteri Bottas. Ik hoop het. Zo niet, is ook niet erg. Maar het liefst heb ik nog een punt extra, zodat ik Alfa Romeo weer verder naar voren kan brengen in de constructeurs. Want dan lopen wij weer wat uit van Mercedes of Ferrari. En dat is alleen maar goed. Ik ben ook benieuwd waar Nico Hulkenberg is. Rijdt hij in de punten? Ik weet niet of hij in de punten rijdt. Hij is volgens mij wel een Mercedes. Heeft hem gepasseerd. Het is Lewis Hamilton. Dus ben ik benieuwd of hij hier weer terug kan aanvallen. Maar ik zie er ook wel gelijk een Racing Point die Nico Hulkenberg al aanvalt. Ah, hij houdt die positie nog. Ah, mooi Nico. Mooi. De laatste ronde is inmiddels ingegaan nu. En dat betekent dat we hier alles open gaan zetten. Voor deze laatste ronde. 4.7 naar Vettel. Die rijdt hij niet meer dicht. Maar Nico Hulkenberg heeft het lastig. We kunnen inmiddels over de paar laatste bochten. Groen, groen in sector 1 en 2. En dat betekent ook dat wij dezelfde racerondepunt pakken. En maximaal scoren in Brazilië. Een super resultaat. A great win then for the Alfa Romeo team today. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? Well, I think it was clear what the main contributing factor out on the track was today, speed. I know it sounds like an obvious thing to say, Crofty, but fast cars win races, and we saw that today with our winner. So here they come now, out onto the podium. It's thrilling to see this team go toe-to-toe with the best teams in the sport and come out on top. What a superb victory from the Alfa Romeo team.
Some amazing talent. De uitslag voor de grote prijs van Brazilië. Wij winnen dus de race. En we krijgen ook driver of the day van Anthony Davis. Hulkenberg niet na de puntfinish. En Hamilton ook niet. Vanaf plek 1 naar 11. 34 punten verschil van Ferrari. En het belooft heel goed te gaan worden voor Abu Dhabi. Want als we die winnen, dan zijn we gewoon constructeurskampioen. Ja, jullie wisten het al. We zijn al lang kampioen geworden in Rusland. En hier staat Claire voor mij. You took the top points today. Was it a comfortable win? Ja. De auto, de team, alles was goed. Things are looking up after last week, aren't they? Ja, we winnen dit keer wel, want in de Verenigde Staten kwamen we helaas tekort. Maar we kwamen er wel vanaf plek 20. You really cut your way through the field today. What was your strategy? Ja, gewoon trappen met dat hok. Your team must be ecstatic with dat zijn ze altijd. En ik ben blij dat ik dat kan opbrengen voor hun. Nou, dankjewel Claire. Tot in Abu Dhabi. De rivaliteit breakdown met Weber en mijn teammaatje Nico Hulkenberg. We hebben gewonnen van Lucas Weber en we winnen van Nico Hulkenberg op dit moment. De resource punten in Abu Dhabi komt volgens mij nog een laatste update. En dan ga ik kijken of we in seizoen 3 misschien voor een ander team gaan rijden. Ik weet het niet. Kan ik zijn dat we gewoon bij Alfa Romeo blijven voor onze derde achtereen volgend seizoen. De reputatie is wat gestegen met de teams, ook met ons huidige team. We klimmen naar een sportsmanship, veteran hebben we al behaald. Geen Emma. Maar ja, in de rivaliteit hebben we dus gewonnen. Dit was dus voor jullie mensen. Ik hoop dat je genoten hebt. Heb je genoten, beloon het met een like. Ben je hier nieuw op dit kanaal en wil je meer wekelijkse aflevering van F1 2019 Career Mode zien? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op. Aanzet geen enkele video meer van mij mist. Ja, reageer wat beter kan op worden aan deze video of als je video leuk vond. Ja, zet gewoon in de comments. Ik heb genoten van de video. Dit en dit komt beter en dit en dit was al goed. Je kan me ook volgen op Instagram. Link staat in de beschrijving. En dan zou ik zeggen een fijne dag verder. En tot ziens, tot de volgende keer bij F1 2019 Green Mode. Dan gaan we verder in Abu Dhabi voor de seizoensfinale van seizoen 2.